kun je het beste nee zeggen? Hallo allemaal, ik ben Mariska en vandaag gaan we het hebben over nee zeggen. Want ja, nee zeggen is eigenlijk de ultieme manier om jezelf te beschermen, om iets af te bakenen, om te zorgen dat je goed blijft voelen. En vooral als je autisme hebt, is dat heel erg belangrijk. We hebben natuurlijk al van onszelf vaak wat minder energie. Dus ja, dat betekent ook dat je jezelf wat meer moet beschermen, dingen moet afbakenen. Waardoor je dus ook wat meer energie overhoudt voor dingen die je bijvoorbeeld echt leuk vindt of die echt belangrijk zijn in het leven. Of je nou autisme hebt of niet, nee zeggen is eigenlijk een van de belangrijkste dingen in het leven. Want daarmee geef je gewoon een hele duidelijke grens aan en kun je jezelf dus beschermen. En het kan bij allerlei situaties zijn. Misschien is er wel een feestje waarvoor je bent uitgenodigd, maar waar je gewoon echt geen zin in hebt of waar je gewoon doodmoe van zou worden. Misschien is er wel een taak op het werk waarvan je denkt van nou die kan ik gewoon niet uitvoeren, want daar leid ik te veel onder. En zo kunnen er nog wel veel andere dingen zijn waarbij je grenzen wil aangeven. En het is natuurlijk gewoon belangrijk om te weten hoe je dat kunt aanpakken. Of er misschien ook wel tussenwegen zijn, hoe je hiermee omgaat. En ja, hoe je een ander ook het minst kunt teleurstellen als dat mogelijk is. Ja, een van de belangrijkste dingen om je te realiseren is deze uitspraak. Ik weet niet wie die heeft gemaakt, maar de uitspraak is nee zeggen is ja zeggen tegen jezelf. En die heb ik een keer gehoord en die vond ik eigenlijk heel erg mooi. Want ja, het is ook precies eigenlijk, nou ja, wat het gewoon zegt. Als je nee zegt tegen iets of tegen iemand of tegen een activiteit, is dat vaak omdat het beter is voor jezelf. Misschien voelt het niet goed om iets te doen. Misschien dat je doodmoe bent na de hand. Of misschien wel een week moet bijkomen. Misschien is het niet goed voor je gezondheid. Misschien is het niet goed voor je mentale welzijn. Er kunnen allerlei redenen zijn. En vaak is het toch dat je jezelf ergens tegen wilt beschermen. En je gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste. Hè? En dat is bij mij ook vaak de afweging. Als ik zeg maar nee wil zeggen. Of nou ja, als ik denk van eigenlijk wil ik iets niet. Dan ga ik altijd wel na van, ja, wat is eigenlijk de consequentie voor mij als ik iets wel doe? Want stel dat mensen die ik niet zo heel goed ken mij vragen om mee op vakantie te gaan. Ja, dat is voor mij wel iets waar ik best wel onder kan gaan lijden. Want het kan zijn dat ik me onveilig voel met die mensen. Het kan zijn dat ik niet slaap of... Ja, voor mij zou zoiets gewoon ook heel veel angst al oproepen van tevoren. Juist omdat ik weet dat het voor mij helemaal niet verstandig is om dat te doen. Ik zou alleen maar op vakantie gaan met mensen die ik gewoon al heel goed ken. Of waar ik me veilig bij voel. Want dan is de kans dat het misgaat gewoon ook een stuk kleiner. Dus voor mij zou dat echt wel iets zijn waar ik nee op zeg. En daarmee bescherm ik mezelf. Dus dat is gewoon heel belangrijk om je te realiseren. Je gezondheid gaat sowieso voor alles. Dat is gewoon nummer 1. En ja, je wil jezelf niet wegcijferen voor andere mensen. Je mag daarin dus ook egoïstisch zijn. En egoïstisch is eigenlijk een woord wat best wel een negatieve connotatie heeft. Maar je hebt verschil tussen egoïsme en egocentrisme. Egocentrisch zijn. En eigenlijk is egoïstisch zijn op zijn tijd gewoon best iets positiefs. Want door egoïstisch te zijn, kies je dus ook weer voor jezelf, waardoor je jezelf beschermt. En daardoor kan je er misschien op een ander moment juist wel weer voor een andere persoon zijn. Of juist wel goed functioneren. Of juist wel jezelf goed voelen, waar ook anderen dan weer wat aan hebben. Dus het is eigenlijk ook een soort investeren in jezelf, waardoor je uiteindelijk jezelf blijer voelt. Maar je omgeving kan daar ook blijer door voelen. Ja, hoe kun je nou eigenlijk het beste nee zeggen tegen iets? Ja, ik probeer het zelf altijd bij mezelf te houden. En stel dat je nou echt een hekel hebt aan feestjes. Ja, dat kan natuurlijk. Of dat er een specifiek feestje is waarvoor je bent uitgenodigd. En dat je bij voorbaat al denkt van, oh nee, daar zitten die en die en die mensen. Daar hou ik echt totaal niet van. Of het is weer eens, dat gaat weer eens heel diep tot in de nacht. Of ja, nou ja, er kunnen allerlei redenen zijn. Misschien hou je gewoon compleet niet van feestjes. En natuurlijk kan je dan reageren als iemand je uitnodigt van, gadverdamme, ik heb daar zo echt, oh, ik heb de pest aan feestjes, gadverdamme. Nou ja, dat kan, hè. Misschien ben je zo, misschien ben je ook wel tussen mensen die je al heel lang kent. En ja, die daar waarschijnlijk gewoon om moeten lachen als je zo reageert. En je respecteren zoals je bent, ja, dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Maar toch, je kunt daar mensen ook wel een beetje mee afstoten. Dat ze echt zo kijken van, oh, weet je, of
ja, weet je, als andere mensen dat hartstikke leuk vinden, kan dat best wel negatief overkomen. Dus ik probeer het zelf eigenlijk altijd bij mezelf te houden door, nou ja, via een ik-boodschap. Dan zeg ik bijvoorbeeld, ja, eerlijk gezegd zie ik het niet zo zitten om naar dit feestje te gaan. Want ja, ik denk dat ik er eigenlijk helemaal niet zo blij van word. Ik vind de muziek er altijd, ja, gewoon best wel hard staan. En ik merk gewoon dat ik daar, ja, ik gewoon dagen moet bijkomen. En ja, eigenlijk heb ik er dan helemaal geen plezier aan. Ik probeer het dus echt bij mezelf te houden, want ik wil dus ook een ander niet aanvallen of afvallen of iets wat een ander heel leuk vindt, wil ik niet zo, ja, liever niet afvallen, want ja, daar kan je een ander misschien wel mee kwetsen of zo. Dus ik probeer het op die manier aan te pakken. Kan het ook zo zijn dat iemand jou ergens bij om hulp vraagt en ja, misschien is het dan wel iets wat je misschien niet kunt of waar je echt wel achteraf last van gaat krijgen. En dan, ja, stel dat mij gevraagd wordt om bij een verhuizing zware dingen te tillen, zoals een bankstel, wasmachine. Ja, dan zou ik gewoon echt wel zeggen van, ja, eerlijk gezegd zijn dat dingen die ik helaas niet kan. Want ja, ik heb last van mijn rug. En ja, die dingen die kan ik helaas gewoon niet tillen. En ja, dat zou ik waarschijnlijk wel aangeven. Maar ik kan je misschien wel bij iets anders helpen bij de verhuizing. Bijvoorbeeld kleinere dingen tillen. Of bijvoorbeeld schilderwerk of zo. Dus dan bied ik een alternatief aan. Maar ik hou het dus bij mezelf. Ik zeg dus, ik kan dit niet. Of dit is iets wat ik niet wil. Of, want dan mag je ook gewoon zeggen dat je iets niet wilt. Het gaat erom dat je gewoon ook duidelijk bent. En je mag ook best wat uitleg geven. Vaak kan dat best wel helpen. Ik zou alleen wel oppassen dat je niet helemaal doorschiet in de uitleg. Het is wel belangrijk dat het een beetje kort en bondig is en duidelijk. En dat je ook niet in een discussie verzeild gaat raken. Want als je echt, hoe meer je eigenlijk aan uitleg geeft, hoe meer haakjes er eigenlijk zijn waar mensen dus, of dingen zijn waar mensen op kunnen inhaken. Van ja, maar dit of dat. En ja, het is ook wel als je iets echt niet wilt of kunt, belangrijk dat je je ook niet laat overhalen. Zoals je merkt, geef ik gewoon heel duidelijk aan van, nou ja, bijvoorbeeld bij een feestje. Ja, voor mij staat de muziek daar altijd gewoon te hard. Ik kan daar niet goed tegen. De consequentie geef ik aan. Ik moet daardoor bijvoorbeeld 3-4 dagen bijkomen. Ik kan dan niks. Ik kan dan niet functioneren. En ja, ik heb er gewoon geen plezier aan. En dat zijn dingen die voor een ander het ook wat makkelijker kunnen plaatsen. Dat ze het ook even wat makkelijker kunnen begrijpen. En weten wat voor jou de consequentie is. Want het is vaak ook voor een ander moeilijk te begrijpen. Dus dat is ook wel, ja, belangrijk om je te realiseren dat, ja, wij hebben autisme en misschien heeft de ander dat niet. Of misschien heeft die ander wel juist op andere vlakken dat hij ergens eerder, ja, tegen grens aan loopt. En dan kan het wel fijn zijn als je in elk geval iets van uitleg geeft of aangeeft van, nou, dit is wat het met mij doet. Mocht de ander nou geen autisme hebben of totaal niet weet wat autisme inhoudt, is het ook wel aan te raden om, ja, termen te gebruiken die zo algemeen mogelijk zijn. Die mensen gewoon best wel snel begrijpen. Ik bedoel, je kan, stel dat je, nou ja, even het voorbeeld weer van een feestje of misschien wel een verjaardag of zo. Stel dat een van je buren je vraagt om op de verjaardag te komen. En ja, stel je weet dat daar altijd best wel drukke mensen komen. Of dat je gewoon, ja, bij voorbaat al weet van, ik word gehoord hier gewoon echt niet gelukkig van. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen aangeven van, ja, ik vind het echt wel leuk om een keertje langs te komen bij je. Bijvoorbeeld een keer op thee of de koffie. Maar voor mij zorgt een verjaardag dat ik gewoon echt dagenlang doodmoe ben. En ook niet meer van de bank af kan komen bijvoorbeeld. Of ik krijg achteraf altijd heel erg hoofdpijn. Dat zijn dingen die mensen zonder autisme gewoon ook vaak wel begrijpen. Terwijl als je zou zeggen van, ik raak verschrikkelijk overprikkeld. Ja, overprikkeling, natuurlijk de term is wel steeds bekender aan het worden. Maar het blijft toch voor veel mensen ook wel vaag. Vooral als je helemaal niet in de wereld zit van autisme en hooggevoeligheid en dat soort dingen. Ja, dan kan het dus zorgen dat ze het gewoon niet begrijpen. En ja, het is wel fijn als de ander het in elk geval enigszins begrijpt. Dus ik probeer dan wel, ja, wat reguliere termen te gebruiken, zoals dus vermoeidheid. Misschien hoorde je het mij net ook al doen in wat voorbeelden. Het kan een hele goede tip zijn om een alternatief of een compromis aan te bieden. Ja, als je nee zegt op iets, ligt natuurlijk een teleurstelling bij de ander op de loer. Mensen vinden het misschien wel jammer dat je niet naar een feestje komt, of dat je ergens niet bij kunt helpen, of dat je gewoon een bepaalde activiteit die de persoon heeft voorgesteld niet wilt doen.
En het kan best wel fijn zijn om dan met een alternatief te komen. En dat is meestal hoe ik die teleurstelling probeer op te vangen. Dat ik bijvoorbeeld zeg van nou, voor mij zijn verjaardagen best wel intensief. Ik word er echt heel erg moe van. Maar ik vind het wel leuk om bijvoorbeeld apart een keer bij je te komen. En dat we op die manier jouw verjaardag vieren. Dat ik gewoon even op de koffie of thee kom. En dan maken we het gewoon gezellig. En dan bied je dus iets aan waarmee je ook aantoont van nou, ik heb echt wel interesse om te komen. Om met jou samen te zijn. Alleen, nou ja, in een woonkamer met een hele groep mensen, ik noem maar wat. Ja, dat is gewoon iets waar ik niet goed op ga. En ja, dan bied je toch een alternatief aan. En dat kan natuurlijk ook zijn met bepaalde uitjes. Als je zegt van nou, ik hou echt niet van naar een of andere outdoor sportparadijs, ik noem maar wat. Dat je dat gewoon echt niet prettig vindt. Maar je wil wel iets van beweging aanbieden. Nou, misschien hou je wel van wandelen of gewoon fietsen of zo. Dan is dat ook iets wat je zou kunnen aanbieden van nou, weet je, ik vind het wel leuk om te fietsen. Dus misschien kunnen we binnenkort wel een fietstocht doen. Want dat is iets waar ik wel blij van word. In plaats van volledig nee te zeggen, kun je ook een compromis sluiten. Want ja, natuurlijk, het is heel goed als je nee zegt als je iets niet prettig vindt. Maar goed, soms is het ook wel een beetje over en weer. Hè? Dat soms ga je een beetje meebewegen met de ander. Soms beweegt de ander een beetje mee met jou. En dat kan natuurlijk ook wel goed zijn voor het contact, hè. Dus stel dat je wel opziet tegen een verjaardag, maar zoiets hebt van, nou ja, weet je, ik kan daar misschien toch wel een uurtje heen, ik noem maar wat. Dan zou je dat ook kunnen zeggen van, nou, ik wil echt wel even op je verjaardag komen. Alleen voor mij is urenlang, ja, dat is voor mij gewoon niet goed. Daar word ik bijvoorbeeld letterlijk ziek van. Dan kan je natuurlijk wel aanbieden van, nou, ik kom even een uurtje. Of vind je het goed dat ik alleen even met het eten kom? Of kan ook zeggen van, nou, ik kom later, hè? Want dan hoe laat je komt, hoe eerder het feestje om is. Dus dat kan ook een beetje een manier zijn om jezelf te beschermen. Want op een gegeven moment gaan mensen gewoon naar huis. En dan kan je ook naar huis gaan. En het is gewoon goed om daar, ja, als je teleurstellingen wilt voorkomen, om daar ook vooraf eventueel duidelijk over te zijn. En ook te zeggen van, ik vind het echt wel leuk om bij je te zijn. Alleen voor mij is langer dan een uur gewoon te veel. Geef eventueel ook aan dat je open blijft staan voor nieuwe voorstellen, voor activiteiten. Want ja, het kan wel zijn als je bijvoorbeeld in een vriendengroepje bent. Of gewoon überhaupt je vrienden, familie. Als je heel vaak nee zegt op dingen, dan krijgen mensen ook wel eens de neiging om van, nou, ik vraag die persoon maar niet meer, want die wil toch nooit. En misschien is dat iets wat je heel fijn vindt, hè, van, nou ja, als je toch niet van bepaalde activiteiten houdt, dat je ook niet meer gevraagd wordt. Maar tegelijkertijd kan het ook best wel pijnlijk zijn als mensen je niet meer uitnodigen voor dingen. Want dan kan je je buitengesloten voelen. En ja, dat is gewoon helemaal niet prettig. Dus als je wel gewoon gevraagd wilt worden, bijvoorbeeld omdat je het heel af en toe wel leuk vindt om zoiets te doen, geef dat dan ook aan. Zo van, nou, ik zeg nu nee, maar vraag me alsjeblieft gewoon de volgende keer weer, want dat vind ik fijn. En dan bekijk ik gewoon per keer of ik meega. Dat is duidelijk ook voor de ander. En een ander kan zich ook ongemakkelijk gaan voelen. Hè? Als jij steeds nee zegt en die denkt op een gegeven moment misschien ook al van, ja, nu kom ik weer met een voorstel en ik weet dat die ander dat niet wilt. Dus daar zit de ander dan vaak weer mee. Dus als jij zegt van, nou, blijf mij vooral vragen, dan is dat gewoon duidelijk. Zorg ook dat je vooral bij jezelf blijft. En daarmee bedoel ik dat je dus ook gewoon wel echt in je kracht blijft staan. Dus laat je niet te snel overhalen. Natuurlijk kan je wel eens een beetje meebewegen. Of misschien dat je een keer een compromis sluit. Of iets doet wat net een beetje buiten je comfortzone ligt. Dat je denkt van, nou, ik wil toch een beetje de ander ook een keer wat gunnen. Of weet je, dan doe ik toch een keer iets waar ik even net wat minder, nou ja, iets wat ik niet helemaal geweldig vind. Maar ja, soms kan het ook. Het kan ook zijn dat het wel meevalt of dat je het uiteindelijk toch wel leuk vindt. Natuurlijk, dat mag. Je mag wel meebewegen. Maar als je iets echt niet wilt en de ander blijft bijvoorbeeld doordrammen of kom op, zo gezellig. En ja, weet je, op een gegeven moment is het gewoon echt belangrijk om gewoon voet bij stuk te houden en te zeggen van nee, ik vind het echt niet leuk. En je mag ook best wel zeggen op een gegeven moment van, nou, ik wil echt dat je hier nu over ophoudt, want ik vind het vervelend. Dus blijf echt op je strepen staan dan. En het zorgt er ook voor dat je gewoon echt wel krachtig overkomt. Mensen hebben daar eerder vaak nog respect voor ook. Je laat echt zien dat je stevig in je schoenen staat. En dat mag ook. Het is ook echt wel normaal dat een ander teleurgesteld kan raken. Hè? Als iemand denkt van, nou, ik zou heel graag gewoon een keer met jou
naar een pretpark willen of zoiets, ik noem maar wat. Of andere leuke activiteiten. Het kan ook zijn dat jij gewoon helemaal niet van activiteiten buitenshuis houdt. En je hebt misschien wel een vriend of vriendin die dat toch wel een keer met jou zou willen doen. En je zegt altijd nee. Dan kan het op een gegeven moment voor de ander echt wel jammer zijn en teleurstellend. En natuurlijk, hè, als je het gewoon echt allemaal niet wilt, moet je gewoon echt nee zeggen. Hè? Ik bedoel, ja, je moet ook niet over je grens gaan. Maar ja, de teleurstelling bij de ander ligt wel op de loer. En ja, dat is ook wel normaal. Hè? Daar mag je ook wel begrip voor tonen. Dat je zegt van, ja, weet je, ik snap het echt wel dat je dit jammer vindt. Want je wil zo graag een keer met mij naar het pretpark. En het is gewoon iets wat gewoon niet in me zit. Weet je, dan geef je ook de ander het gevoel dat je meeleeft en dat je het snapt dat de ander teleurgesteld is. En dat kan ook wel een hoop helpen. Hè? Het kan ook helpen om te zeggen dat het niet aan de ander ligt. Want stel dat je iets bepaalde activiteiten met de ander niet wil doen, kan de ander ook onzeker door worden. Dat hij denkt van ja, maar wil je dan gewoon niet met mij bepaalde dingen doen? Ligt dat aan mij? Ik bedoel, vind je het niet gezellig met mij? Ja, weet je, de ander kan net zo goed onzeker zijn. En dus het kan ook best wel helpen om wel eens te zeggen van, weet je, het ligt niet aan jou. Ik vind het echt leuk om met jou samen tijd door te brengen, maar het liefst 1-op-1. Dus liever niet naar een kroeg gaan of naar een verjaardag of met andere mensen erbij. Want ja, dat vind ik gewoon niet prettig of andere redenen. Maar het ligt niet aan jou. Dus je kunt een ander daarin dan geruststellen. Want ja, wij vinden het zelf natuurlijk ook prettig om gerustgesteld te worden. En dat geldt ook voor mensen die bijvoorbeeld geen autisme hebben. Ten slotte wil ik ook nog aangeven dat je altijd op iets mag terugkomen. Dus stel dat je hebt laten overhalen om iets te doen waarbij je achteraf echt denkt van, nou, ik voel me hier gewoon echt niet prettig bij. Ik lig er misschien wel van wakker. Of ik zit in de stress. Ja, je gezondheid lijdt eronder. Dan mag je ook gewoon ergens op terugkomen. Want ja, soms zijn beslissingen ook wel een korte tijd genomen. Misschien ja, dat je op een bepaald moment dacht van, nou, laten we dat dan toch maar wel doen. Of ach, waarom ook niet. En je wil de ander niet teleurstellen. Je hebt iets nou eenmaal beloofd. Maar je mag altijd op iets terugkomen. En het is dan ook echt belangrijk om even met elkaar goed in gesprek te gaan daarover. En dat je zegt van, nou, we hebben de vorige keer dit en dit afgesproken. Maar eerlijk gezegd voelt het voor mij toch niet zo goed. Ik merk dat ik er wakker van lig. Of ik merk dat ik heel veel stress heb. Of er tegenop zie. En dan zijn natuurlijk meerdere scenario's mogelijk. Het kan natuurlijk zo zijn dat de ander, ja, die wil jou misschien wel gerust gaan stellen. En het kan zijn dat het lukt, hè. Dat je erover kunt praten. En dat de ander zegt van, nou, weet je, er komen niet zoveel mensen op dit feestje. Of er komen alleen maar rustige mensen. Of er zijn mensen die ken je al. En daar kan je goed mee omgaan. En zo zullen er wel dingen kunnen zijn die je kunnen geruststellen. Waardoor je misschien toch ergens naartoe kunt gaan. Dus dat is een scenario. Het kan ook zijn dat, ja, dat je het gewoon echt uiteindelijk niet wilt. En dat je dan door in gesprek te gaan, door aan te geven waar je tegenaan loopt, misschien wel gezamenlijk tot dat besluit kunt komen. En het voordeel daarvan is dat je dus eigenlijk gezamenlijk, of dat misschien zelfs de ander jou wel helpt. Zo van, nou, weet je, als ik het zo hoor. Volgens mij word je daar niet heel blij van. Misschien is het beter als we iets anders gaan doen. En dan heb jij zeg maar niet voor de ander gekozen. En dat kan ook het gevoel geven dat je het, nou ja, dat je dus rekening hebt gehouden met de ander. En de ander hebt betrokken. Kan dus heel fijn zijn. En je hebt natuurlijk het scenario dat je het gewoon wel echt zelf beslist. Zo van, nou, ik heb erover nagedacht. Ik heb eerder ja gezegd. Sorry, maar eerlijk gezegd voelt het voor mij toch niet goed. Sorry als ik je daarmee teleurstel. Kan je ook gewoon zeggen. Ja, maar dit is gewoon wel hoe het is en ik wil er eerlijk over zijn. En natuurlijk, een ander mag ook teleurgesteld zijn. En ja, dat hoort ook bij het leven. En wat ik al eerder zei, als je daar ook begrip voor hebt, daar kom je al een heel eind. Uiteraard kan het ook andersom, hè. Als je eerder hebt gezegd van, nee, dat wil ik echt niet. Of nee, dat vind ik niet leuk. Of natuurlijk, soms zijn beslissingen gewoon even snel genomen. En kan het zomaar zijn dat je bijvoorbeeld na een appje of een telefoongesprek, nou ja, het contactmoment, dat je er nog over zit na te denken. En dat je eigenlijk denkt van, ja, ik heb nou wel nee gezegd. Maar eigenlijk vind ik dat toch wel vervelend. Of misschien kan ik dan toch wel even komen. Of misschien kan ik toch wel op een andere manier met misschien een bepaalde oplossing, kan ik toch wel mee. En dat kan je dan natuurlijk ook later daarop terugkomen en aangeven van, nou, weet je,
ik zou wel mee kunnen, maar daarvoor heb ik wel dit nodig. Of daarvoor heb ik wel die voorwaarden. Ja, weet je, als je ergens naartoe gaat en er is bijvoorbeeld eerder voorgesteld om met z'n allen met de auto te gaan, noem maar wat, naar een dierentuin of zo, kan het ook helpen als je zegt van nou, ik wil wel mee, alleen ik wil wel gewoon zelf naar huis kunnen wanneer ik dat wil. Dus laten we afspreken dat als ik het niet meer trek, dat ik gewoon dan alleen wegga en dat jullie gewoon lekker doorgaan, noem maar wat. Dat zijn ook van die compromissen waarmee je wel je gezicht kunt laten zien en ja, waarmee je voor jezelf wel weer een veiligheid kunt inbouwen. En dat kan helpen en dan is iedereen hopelijk tevreden en blij. Dus ja, zo kun je dat oplossen. Nog even als aanvulling. Ja, er zijn natuurlijk altijd wel dingen in het leven waar je heel moeilijk nee tegen kunt zeggen. Er zijn misschien wel dingen op je werk, taken die je gewoon echt wel moet uitvoeren. Of bepaalde verplichtingen naar je uitkeringsinstantie. Ja, misschien is er ook wel iets waarbij je gewoon moreel verplicht voelt. Bijvoorbeeld naar een uitvaart gaan van iemand die heel erg dierbaar is. En natuurlijk zelfs dan zou je kunnen zeggen van nou, ik trek het gewoon echt niet. Het raakt me veel te veel. Alleen ja, daar zal het begrip van anderen gewoon wel wat moeilijker zijn om nog te komen. Ja, natuurlijk bij werk ook. Hè. Soms moet je gewoon wel even dingen doen die gewoon onprettig zijn. En natuurlijk, uiteindelijk staat de gezondheid gewoon wel bovenaan. Dus als je echt merkt van nou, deze taak is voor mij lichamelijk of mentaal gewoon niet te doen. Ja, dan moet je echt je grens aangeven. Want dan staat je gezondheid in het geding. En anders moet je soms even ja, door de zure appel heen bijten. En natuurlijk, het kan ook zo zijn dat ja, als je heel vaak op je werk of iets dingen moet doen die gewoon niet goed voor je zijn. Dat je je kunt afvragen van ja, is deze baan dan nog wel gezond of geschikt voor mij? Misschien kan ik beter iets anders gaan zoeken. En het kan ook zijn met sociale contacten. Als iemand keer op keer maar blijft doordrammen over dingen die jou gewoon, ja, die waar je echt niet blij van wordt, of die je echt niet wilt, en zo iemand toont onbegrip of toont continu teleurstelling in jou, waarbij jij je onbegrepen voelt, kan je op een gegeven moment ook wel je afvragen van ja, is dit contact voor mij nog wel gezond? Voel ik mij hier nog wel prettig en veilig bij? En ja, ik heb in het verleden ook wel op een gegeven moment mensen toch een beetje meer, ja, vriendschappen misschien wat laten verwateren. Of wat mensen een beetje ja, uit mijn leven laten gaan. Omdat ik me er gewoon niet meer veilig bij voelde. En ja, toen kwam ik gewoon wel meer uit bij vrienden waar ik misschien wat meer gelijk mee opging. Die misschien wat gelijkwaardiger zijn in de energie. Dat je meer gelijkwaardig moe wordt. Of meer van soortgelijke dingen houdt. Dus dat is ook wel iets ja, wat kan gebeuren. Hè? Dat hoort ook bij het leven. Nou, ik hoop dat jullie wat van deze video hebben opgestoken. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervaringen zijn met nee zeggen of compromissen sluiten. Of wat er misschien nog wel tips zijn die je wilt delen die je in deze video niet hebt gehoord. Dus reageer gerust op deze video en dan zien we elkaar weer de volgende keer. Dag!